Woensdagmiddag opende wethouder Kobi van der Laan de Heerenveense Pinksterkermis. De eerste grote kermis in Friesland van dit zomerseizoen. Tot 12 mei is er van alles te beleven op het burgemeester Cuperusplein in het centrum van Heerenveen. Er worden 70.000 bezoekers verwacht. GPTV was bij de officiële opening en proefde de sfeer van de Heerenveense Pinksterkermis. Wethouder van der Laan van Heerenveen, u heeft net de kermis geopend. Een hele grote kermis. Ja, dat klopt. Het is feest in Heerenveen, hè? Altijd Pinksterkermis. En dat is een groot gebeuren hier, een van de mooiste kermissen van Noord-Nederland. Het schiet er net. Lukte dat een beetje? Nou, het kon beter. Ik heb wel een mooie foto nu waarop staat dat ik raak had, maar ik ben er een beetje mee geholpen hoor. Het is niet echt mijn specialiteit, schieten. Bertus Donks van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders. In Heerenveen, de kermis. Is dat een grote kermis? Dat is voor Heerenveen een grote kermis. Het is een van de betere kermissen hier in het noorden. En het is een van de aansprekende kermissen tijdens de Pinksterdagen van het hele land. Waarom is het een van de betere kermissen? Ja, de locatie. B, alles wat er omheen gebeurt. De manier waarop het opgesteld is. De variatie die erin zit. En dat echt het een begrip is tot we met de Pinksterdagen hier naar Heerenveen komen om die kermis te bezoeken. Hoeveel attracties staan hier? Ik dacht iets in de orde van grote 40. Ik heb ze nog niet geteld. Ik ben net binnen, maar heel veel. Echt de moeite waard. Gaat het goed met de kermis? We mogen niet klagen. Het is wat inleveren. Maar ja, dat is het begin van het seizoen. Dat kan daar ook helemaal opleven. En onze grote concurrent is altijd het weer. Dat laat ze goed aanzien. En als het is, dan willen de mensen gelukkig nog kermis vieren. En het is een van de oudste culturele evenementen. Ze hadden van jong en oud, van opa tot oma met hun kleinkinderen, heel graag kermis vieren. En hij is gelukkig nog steeds bij de mensen in de smaak gevallen. Dit zit in uw portefeuille. Het valt onder cultuur, evenementen. Ja, cultuur. De kermis is cultuur. Hè? De Schoten Markt die aanstaande maandag is, die is al in 1600 gestart. Dus die zou dan dit jaar voor de 408ste keer gebeuren. En vaak had je bij de jaarmarkten dat er ook een stukje kermis bij kwam. En in die tijd kwamen mensen met de hele hebben en houden op de rug of op hun hoofd. Hè, met de kermisspullen naar een dorp. Nou, als je tegenwoordig ziet, 400 jaar later, met complete trailers en paleizen op wielen. Dat is hele andere cultuur. Maar het is nog steeds cultuur. Het hoort bij feest. Er wordt iets gevierd. En het is bij Pinksteren eigenlijk de start van het seizoen. Hè, dat... Voorheen was het de paardenmarkt. Nou, mensen kochten een nieuw paard en er was er iets te vieren. En daarna moest er weer hard gewerkt worden. Dus je nam even de tijd. En ja, die traditie die houden we overeind. Er is nog steeds paardenmarkt, er is nog steeds feest. Alleen in een heel andere setting, een heel andere belevenis. U had het net over het weer, maar kan het ook te mooi weer zijn? Want het wordt tot en met tweede Pinksterdag mooi weer. Misschien wel te mooi. Ja, te mooi. Dan zeg maar toch 's avonds. Dan komt het publiek wat later. Dat men zegt, kom. Mijn ondervinding is, het is overdag mooi, maar s'avonds kan het nog knap koel zijn. En dan blijft het niet zo makkelijk langs de kant liggen. En dat is wel goed. We gaan dan juist uren kermis vieren. Het is altijd beter als dat het regent.